We zijn hier in Nieuw-Sloten. Hier staat een groengroep van Nieuw-Sloten. Ze zijn voor een feestelijke bijeenkomst bij elkaar. De Huub staat al klaar. Goeiedag, lieve mensen. Oh, gaan we beginnen. Hier gaan we nou beginnen met het openen van de komkorstol. Ik ga hem eerst openen en dan ga ik, daarna ga ik het verhaal vertellen. Daarna ga je het verhaal vertellen. De bedoeling is, kan zometeen mensen, nee, laat ik beginnen met het begin. Deze compostor, waar ik werk hier nu, jaar of drie, met, en toen gaat elke keer gaat het vuil, gaat in zo'n ton en dat gaat weg. Ik zeg, ja, dat is zonde. Toen kwam ik een hele hoop hout bij de vuilnisman tegen. Dat heb ik meegenomen en toen denk ik, een compostbak. Nou, dat heb ik thuis achter heb ik dit gemaakt. Die heb ik helemaal in elkaar gezet. Ik was zo hoog. Die zit de palen gaan 60 centimeter de grond in, dat die niet stuk kan. En toen hebben we hem hier van uit elkaar gehaald, heb ik hem hier neergezet. En met Joke. En stuk voor stuk. Ik heb daar een schot, hier een schot, zo een schot. En dan de voorkant en dan de achterkant. En hij gaat zo open. Zo. En. Zo. En ik heb hier zo gemaakt dat je erbij kan. Ik heb er even karton in gezet, omdat het ontzettend droog is. Het waait hier ontzettend. Dus, en hier is de compost. Dit is de eerste bak. En als ik hem dan zo heb, dan is hij vol is. Regelmatig keer ik hem, dat hij doorgaat. Ik heb er vormen in gedaan. Ik heb zelf een compostbak ook thuis staan. Daar heb ik de vormen in gedaan. En er moet zo meteen koffiedik in, want daar houden ze van. En al het afval, klein, ongeveer 10 centimeter, niet groter, maar 10 centimeter, dat ze er makkelijker bij kunnen. Want het moet verteren, het moet verrotten. En als het eenmaal aan het verrotten is, dan eten de wormen, de pissebedden en dergelijke. Die eten het lekker op en die poepen het weer uit. En die maken er heerlijke compost van. Als dit dan klaar is in eerste instantie, dan gaat het hierin. Dan gaat het, dit kan ook warm worden, vrij warm worden. En dan gaat het hierin en dan kan het hier de tweede, kunnen de wormen in en kunnen het, hier heel veel schimmels komen hier ook in, om goede schimmels, om het te verklein te worden, af te breken. Dat is het, de compostbak. En de bedoeling is dat we het, de mensen hier in de buurt, het keukenmateriaal wat ze gesneden hebben, dus al het rauwe groente, dat die erin kan. En ik heb een kaartje, er staat hier een kaartje bij, kunnen ze, mail ik ze. Als ze mij willen meedoen, dan mail ik ze. En dan krijgen ze van mij het nummer van het slot. En dan kunnen ze erin. En dan kunnen ze deponeren. Dat is dus, gaan we dus. En de grond die hier is, is voor de tuinen waar wij hier schoonmaken. En dus de buitenkant van het hek hier helemaal. Je hebt daar nog een tuin. Daar nog een aantal bakken. Dat is het werk wat wij doen. Yay! En dan gekookte groenten. En dan mogen we geen gekookte. Nee, geen gekookte. Alles wat in de natuur is, in de natuur is niks gekookt. Dus alles. Maar rottert dat niet, zou je denken? Huh? Dat is een oude, een aardig. Nee, is niet in de natuur. Dus het gebruik je ook niet. Gaat stinken, gaat rotten. Goed, mag ik iedereen een glaasje aanbieden? Oeh, goed verzorgd. Ja, pak iedereen een glaasje. Veel makkelijker. Dat is beter. Ja. In het kader van. Ja, ieder eigen glas pakken. Ja. Ja, dus de groengroep Nieuw-Sloten is een groep actieve bewoners die zich inzetten in de wijk. En zij hebben bijvoorbeeld deze bloemetjes gezaaid. Ze onderhouden dit dus elke woensdag rondom het Belgiëplein. Ook dit onderhouden ze.
En zij zetten zich in voor een groene wijk. Op groene compost. Proost! Proost, gefeliciteerd! Op een groene nieuw sloten. Ja, dat is groot. Ja, Ingrid, daar heb ik scheid aan.